Ha, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Deze keer een impact video. Ik ga namelijk op vakantie naar Fuerteventura en ik ben aan het inpakken. En ik dacht, waarom ga ik hier niet een video over maken? Dus ik neem jullie mee in een hoe pak ik mijn koffer in video. Ik ga altijd best wel gestructureerd te werk. Meestal begin ik met een paklijst. Nou, 1 à 2 weken van tevoren. Meestal pak ik er een oude paklijst bij van de vorige vakantie. En dan kijk ik altijd even van, oké, is dit een paklijst voor warm weer of voor gemiddeld weer en nou ja, et cetera. Nu had ik dus een paklijst van Sakintos erbij gepakt. En op Sakintos was het 20, 21 graden. Dus ik dacht wel van, waar ik nu naartoe ga voor het Ventura, het is daar iets warmer. 29 graden, misschien 30. Dus ik heb de lijst gewoon overgenomen, maar die heb ik wel ietsje aangepast. Ik start dus met een lijst en dan neem ik die lijst door van klopt alles. Dan ga ik nadenken van oké, moet ik niet nog wat items aanschaffen? Heb ik alles? Heb ik rokjes? Heb ik broekjes? Heb ik een bikini? Nou, meestal heb ik dat natuurlijk wel. Wel vind ik het altijd heel erg leuk om toch nog even te shoppen voordat ik op vakantie ga. Nou, zoals jullie in mijn vorige video hebben gezien, ben ik aardig tekeer gegaan met kopen van heel veel leuke outfits. En allemaal toffe items heb ik gescoord. Dus ja, die liggen ook allemaal klaar nu om in te pakken. Wat betreft toiletartikelen heb ik echt een la vol met allemaal reisformaat dingen en zo. Dus een kleine tandpasta en een kleine body lotion en een kleine alles in het klein. Echt reisformaat, dus echt top. Dus meestal check ik die la even en dan kijk ik, oké, heb ik alles nog of moet ik nog iets aanschaffen? Oké, ik heb nu alles klaar liggen op bed. Nou, in principe ligt het nu helemaal netjes op bed uitgestald. Ik heb helemaal uitgezocht wat wil ik meenemen, wat heb ik nodig, van hoeveel heb ik alles nodig. Dus mijn ondergoed tel ik altijd wel uit. Ik heb altijd packing cubes en met packing cubes, ja, daar pak je gewoon zo gestructureerd mee in, waardoor je heel veel overzicht krijgt en waardoor je koffer er gewoon heel netjes ook uitziet. Dus daar ga ik even mee starten, zodat dit van mijn bed nu af kan. Nou, ik heb packing cubes van de Decathlon. Daar kan je een setje van 3 kopen. Nou, dat was voorheen 10 euro. En nu zijn ze dan 12,99. Ik heb daar 3 sets van. En dan heb ik nog wat losse packing cubes van de Hema. En van, nou ja, ik heb heel veel tasjes. Dus ik kom wel een end hiermee. Oké, ondertussen is dit nu ingepakt. En nu ga ik met mijn sportkleding verder. En die doe ik altijd in deze, in dit bruine tasje. Oké, inmiddels ziet het er nu zo uit. Oké, nu mijn toilettas. Ik heb mijn lijst er even bij gepakt. En ik heb even doorgenomen wat ik allemaal nodig heb. Kijk, dit is die la waar ik het over heb. Allemaal van die kleine reisformaat dingen. Hier een scrub. Dit is mijn lenzenvloeistof, moet ik mee. Listerine. Micellair water. Nog eentje, ja. Dus die heb ik nodig. En die wil ik wel mee. Die kan ik nog wel opmaken. Droogshampoo. En die. Deze van Estée Lauder. Die kan ik ook nog wel even opmaken. Ja, eigenlijk liggen hier allemaal dingen die ik echt wel dit jaar op moet maken. Dus dat ga ik ook maar gewoon even doen. Mijn droger staat aan, dus dat hoor je keihard. Ik ga nu mijn shampoos inpakken. En ik vind het altijd fijn om mijn eigen shampoo mee te nemen. Omdat deze, ja, mijn haar gewoon wat meer volume geeft. Dit is echt op de ene manier de enige shampoo tot nu toe die ik echt heel erg lekker vind voor een betaalbare prijs. Dus die neem ik altijd in van die kleine flesjes mee. Die ga ik nu vullen. En mijn conditioner doe ik altijd in deze, in die groene.
Ik probeer het ook te onthouden op kleur, want ik heb nog meer van die kleurtjes. Soms gaat het mis, maar ik denk dat ik het nu wel goed weet inmiddels. Die heb ik nu ook. Mijn toiletspullen liggen helemaal klaar. Echt superveel. Ik heb ook heel veel minis gepakt, zodat ik die even op kan maken. Een beetje alles opmaken de komende tijd. Dit is mijn toilettas die ik gebruik. Ja, en meestal heb ik dus twee toilettassen. Ik heb deze dus, daar doe ik alle minis in en alles qua droog toiletartikelen. En ik doe dan één tas met de natte toiletartikelen. Dus daar komt mijn shampoo in en mijn douchegel en alles wat ik eigenlijk in de douche echt gebruik. Meestal doe ik daar een beetje een scheiding in. Ook omdat daar de meeste producten zijn die kunnen lekken. Dus daar doe ik vaak ook nog even een extra plastic tasje omheen of zo. Ik ben ook nog even met mijn lenzen bezig. En dit is dus wel een hele handige tip. Ik heb namelijk lenzen. En ik neem eigenlijk altijd twee paar van die dailies mee. Dus mocht ik bijvoorbeeld gaan zwemmen of nou ja, weet ik veel wat. Dan doe ik deze in van die daglenzen. En ik neem ook altijd een paar extra maandlenzen mee. En deze die ik nu draag, die zijn nou net nieuw. En wat dus heel handig is. Ik heb dus zo'n hard case. Dit is voor oortjes. Dit heb ik ooit eens bij de Action gekocht voor 60 cent of zo. Maar die gebruik ik dus voor mijn lens in te vervoeren. Omdat ik natuurlijk niet wil dat er iets mee gebeurt. Dus hier passen dan precies mijn lenzen in zo. En dan doe ik die dicht. En dan weet ik gewoon zeker, oké, hier kan niks mee gebeuren. Wat ik ook doe, waar ik ook ga. Deze blijven gewoon helemaal heel. Ja, en nog een handige tip om in te pakken. Vaak heb je met dit soort kleine flesjes in je koffer, in het ruim, gaat het gewoon lekken. Dus toen zag ik in een vlog, ook op YouTube, van iemand die zo'n inpakvlog deed. Zag ik dat zij de dop dan opendraaide. Dan deed ze er een boterhammenzakje overheen. En dan draaide ze gewoon zo de dop er weer op. En wat er dan ook gebeurt, dan heb je dat plasticje van binnen die dat ook nog tegenhoudt. Dus ik ga dat eens even proberen. Ja, ik dacht, ik vind het zonde om een heel boterhammenzakje te gebruiken. Dus ik heb gewoon kleine stukjes geknipt van een zakje. Dus die doe ik er gewoon nu zo overheen. Kijk, die heb ik er dus nu zo gewoon omheen gedaan. En dan pak ik de dop weer. En dan draai ik de dop daaromheen. Ja, en dit werkt dus. Kijk, en nu heb je maar een klein stukje plastic hier zitten. En zij had echt een hele, ja, hele grote boterhamstok zo eromheen. Ja, dit is het dus. Nou, al die packing cubes zijn kleding. Nou, hier heb ik dan mijn toiletspullen. En hier heb ik de spullen die dan misschien toch nog nat kunnen of kunnen lekken. Die doe ik hierin. Nou, krultang. En hier heb ik nog maandverband en dat soort dingen in zitten. Kijk, dit is dan nu hoe de koffer eruit ziet. Ik heb even open gelaten. Hier, dit vak gebruik ik altijd voor al mijn schoenen. Dus ik heb hier sneakertjes of gimpjes. Dan heb ik nog, even kijken, mijn Birkenstocks erin. Ik heb nog slippers erin. En ik heb nog een paar hakken. Dit is dan, kan lekker zo luchtig, lekker dicht op deze manier. Dan heb ik in dit vak altijd, nou hier zit allemaal zachte spullen. Dus kleding en hier ook. En dan doe ik altijd mijn krultang zo daartussen. Dus die is ook klaar. Zo. En dan heb ik het grote vak. Nou daar heb ik dus alle packing cubes netjes in. Ik heb hier aan de zijkant heb ik mijn toilettas zitten. Zo. En heb ik hier nog een rugtas. Die neem ik altijd los mee. Zo. Ja, en dan ziet hij er zo uit. Ja, dat is nu ingepakt. En dan ga ik nu mijn nieuwe, want ik heb een nieuwe handbagagetas gekocht van de North Face. Die ga ik er even bij pakken. En die ga ik ook alvast zoveel mogelijk inpakken. En dan ben ik klaar. Het is nu geloof ik 9:15 en ik ben echt wel een beetje moe aan het worden. Dus ik ga zo lekker mijn laatste dingen doen voor mijn handbagage. En dan ga ik lekker slapen. Oké, en dan nu mijn handbagage. Ik heb dus een nieuwe tas gekocht van de North Face. Ja, en daar ben ik echt heel erg blij mee. De rugzak die ik heb ingepakt, die nam ik altijd mee als handbagage. Maar dat is maar 18 liter. Daar deed ik dan soms ook een laptop in of een iPad.
Maar ook boeken en eten en nou ja, heel veel spullen had ik eigenlijk altijd nog bij me. En aan eindstand had ik altijd nog een losse tas bij me en liep ik weer met losse tasjes en zo. Dus had ik nu geen zin in. En ik vind het eigenlijk ook wel fijner om voor een schoudertas te gaan. Zodat als je hem zo om hebt, dat je een flesje water hier gewoon kan pakken. Ik kan gelijk bij de zijvakken voor mijn paspoort. Ik hoef niet nog een klein tasje apart. En met een rugtas moet je altijd weer af. En nou ja, altijd best wel een gedoe vind ik zelf. Dus volgens mij heb ik hier nu echt een tas te pakken die gewoon helemaal voor mij geschikt is. Het heeft heel veel vakken. Voor heeft het 2 grote vakken en daarin zitten dan ook weer wat vakjes. Aan de zijkant zitten 2 vakken voor een waterfles. Dus ik kan er 2 meenemen. Wat ook handig is, zijn al die lussen hier. En ik doe altijd zo'n, ik weet niet hoe dat heet, maar zo'n haker aan, zodat ik altijd mijn slippers bijvoorbeeld na het strand, slippertjes eraan kan haken. Of mijn pet haak ik er dan aan. Nou, dan heeft het 2 van die hengsels die je zo over je schouder kan doen. Maar het heeft ook nog gewoon een lang hengsel, zodat je hem gewoon ook over je schouder of schuin dus kan dragen. Binnen zit een vak voor je laptop of voor een iPad, die dus ook verdikt is. Dus het is extra beschermd. En er zit nog een heel groot ritsvak voor extra spulletjes. Ja, ik hou er gewoon van als het gewoon allemaal netjes weg kan. Nou, dit is bijvoorbeeld mijn paspoort. En die kan ik nu heel makkelijk hier in dit vak zo kwijt. En kan die ook weer zo dicht. En dan heb ik hem altijd lekker dichtbij. Oké, ik heb hem gekocht bij ASOS. En ik vind het bij ASOS zo chill dat die altijd zo snel de spullen binnen zijn. Oh ja, er zit nog iets extra's op. Je kan dus hier, kun je dit openmaken. En dan kun je hem dus aan je koffer doen, zodat hij niet valt. Dus dat is ook wel handig. Vond ik ook wel fijn dat het grote pak echt met een rits gewoon helemaal dicht kan. En dan, hup, draag je hem gewoon zo. Oké. Ik ben nu echt wel even uitgeteld. Ik heb nu eigenlijk alles wel ingepakt. Ik ga lekker douchen en dan ga ik me klaarmaken om naar bed te gaan. Ik heb heel veel zin om op vakantie te gaan. En wij gaan dus naar Fuerteventura en wij hebben een hotel geboekt in Coralejo. En daar zijn we 2 jaar geleden ook al geweest. En dat beviel zo goed dat we dachten, waarom gaan we niet nog een keer terug naar Fuerteventura? En toen hadden wij geen auto gehuurd om het eiland lekker te verkennen. Maar dat hebben we nu dus wel gedaan. En we starten gelijk met de huur van de auto bij het vliegveld. Dus wij gaan gelijk de auto in en dan hebben we gewoon ons eigen vervoer. Ik heb er echt heel veel zin in. Oh, de zon en lekker slapen en chillen en lezen vooral. En eten en wandelen en hardlopen. Echt even helemaal ontspannen. Een hele goede morgen. Het is zover. Ik ga op vakantie. En ik ben bezig. Ik heb me lekker even klaargemaakt, aangekleed. Even de laatste dingen in mijn koffer gedaan en even gereorganiseerd natuurlijk. Dit is de outfit voor vandaag. Een lekkere baggy broek. En sneakers, maar die ga ik niet meenemen. Die doe ik voor nu even aan. Omdat ik mijn auto nog ga wassen. En een lekkere top van H&M, zo'n sporttopje. Echt, dit zit zo lekker. Ik ben nu bezig met mijn handbagage. Dus ik heb alles op bed liggen en ik ga het nu allemaal in mijn tas doen. Hier liggen al mijn spullen. Ik heb een nieuw boek gekocht. En nou, mijn powerbank. Mijn iPad, zonnebril. Ik heb wat eten voor het vliegtuig. Maar die ga ik even wat kleiner maken nog. Hier heb ik een doorzichtig toilettas voor al mijn make-up en dingen die ik in het vliegtuig mee wil. En ja, dat is het eigenlijk. Dus ik ga dit nu in mijn tas doen. Mijn nieuwe North Face tas. En even kijken of alles past. Ik ben erg benieuwd. Oké, nou dat ging echt super goed. Deze tas heeft blijkbaar heel veel ruimte. Ik heb zelfs nog ruimte over. Dus ik kan het nog slimmer indelen door wat meer de voorvakken te gebruiken. Maar ik ben echt tevreden. Ik heb zelfs nu toch ook het hele pak koekjes erin zitten. En ik verder alleen mijn powerbank die is nog aan het opladen. Dus die moet erbij. Maar dat gaat prima. Ik kan die voorvakken nog helemaal vullen. Wat een toptas. Oh, hier ben ik echt heel erg blij mee. Oké, dus nou ja, hier zie je het. Alles helemaal netjes erin zitten. Pringles netjes daar. Een waterflesje komt nog, waterflesje komt nog aan deze kant dan. En deze leg ik er gewoon zo op.
Ja, en die voorvakken zijn zelfs nog leeg. Dus ja, super veel ruimte. En dan uiteindelijk ziet hij er zo uit. Echt perfect, zeg. Oké, nou, dit was een Pack With Me vlog. Het was echt een beetje rommelig. Ik had dit heel anders eigenlijk bedacht. Helemaal netjes filmen en zo. Maar ik was echt een beetje laat met alles voorbereiden. Dus ik dacht, ik film gewoon spontaan en ik zie wel wat er gebeurt. Maar goed, bedankt voor het kijken in ieder geval. Ik hoop dat je wat hebt aan sommige tips. In de beschrijving zal ik mijn paklijst zetten en zal ik wat tips ook toevoegen, zodat je het altijd even terug kunt lezen. En ja, ik ga nu lekker op vakantie. Oké, doei!